Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Pepijn van Houwelingen. Japankundige, technisch bedrijfskundige en wijsgerig econoom, maar vooral bekend vanwege zijn rol in de Tweede Kamer, waar hij uitkomt voor Forum voor Democratie. Pepijn, welkom dat je... Ja. Leuk dat je hier bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Je hebt een boek geschreven. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom ik je heb uitgenodigd. Ja. Microfobie. Mm-hmm. Een heel interessant boekje. Eigenlijk klein. Mm-hmm. Een rapport, maar dan toch wel in de stijl van een boek. Ja. Het gaat over schaal, mm-hmm. over schaalvergroting. Over het verliezen van de menselijke maat eigenlijk. Ja. Over het verlies van gevoel van representatie, van democratie mm-hmm. in Nederland. Ja. Kun je eens vertellen hoe het in elkaar zit? Wat eigenlijk de centrale gedachtegang is in dit boek? Ja, nou, het betreft onderwerpen wat me natuurlijk al heel lang interesseert en ook fascineert. En het is opgebouwd, bestaat denk ik uit drie delen. Je hebt eigenlijk een voor- en een nastuk, dat is meer, ja, je zou kunnen zeggen, enigszins filosofisch ingesteld bijna. En dan zit er een middenstuk tussen, zoals je ongetwijfeld gezien hebt. En dat is meer sociaal-wetenschappelijk, met heel veel tabellen en cijfers en zo. En dat komt ook enigszins voort uit mijn onderzoek dat ik heb gedaan in mijn vorige baan, dus sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. De centrale gedachte in het boekje is vooral van wat we zien natuurlijk is een enorme opschaling op allerlei terreinen, hè, vervagen van grenzen. En dat kun je dus filosofisch duiden, maar waar ik me op gericht heb in dit boekje is vooral institutioneel. Hè, en dan met name publieke instituties, hè, dus scholen, ziekenhuizen, rechtbanken. En daar zien we natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar een enorme opschaling. Die zijn vaak 2, 3, 4 keer zo groot geworden. En waarom is dat nou het geval? Ja. Ik heb me daarop willen richten, omdat dat... vooral omdat het enerzijds zou je kunnen zeggen, het is beleidsrelevant. Wat ze dan beleidsrelevant noemen, dat wil zeggen, dat wordt zo gestuurd. Hè? Dat laat ik ook zien. Er zijn wetten die erop gericht zijn om die opschaling te bereiken. En waarom is dat dan zo? Want het punt van het boek is natuurlijk dat het veel te ver doorgeschaald is. Dus dat is dan het centrale punt. En anderzijds, omdat je daarmee ook, denk ik, zo heb ik het boekje ook ingericht, van ik probeer die andere kant toch zoveel mogelijk recht te doen. En ze ook met hun eigen argumenten, zou je bijna kunnen zeggen, een beetje onder orde te slaan. Hè. Dat is althans het doel van het boekje, omdat ze natuurlijk vaak bij schaalvergroting op wijzen worden. Dat moet je doen, dan is het efficiënter, dan is het beter. En er is toch best wel heel veel onderzoek wat laat zien dat eigenlijk niet het geval is. Ja. Soms zelfs tegendeel het geval is. Ja. Ik stel voor dat we de hoofdlijn bespreken, maar wat anders dan in het boek. Want je begint inderdaad tamelijk filosofisch met een reflectie over wat de grens is en globalisering. Ja. Nou, misschien eerst maar de empirie. Ja. Je geeft zelf ook aan dat je sociaal-wetenschappelijker... Achtergrond hebt. Je bent zelfs gepromoveerd en ook zo kunt nadenken. Dat blijkt ook wel uit het rapport. Het zit vol met het boek, nogmaals, vol met tabellen. Want je zegt, natuurlijk is er heel veel opgeschaald. Maar ik moet zeggen dat ik schrok echt van het lezen van het boek. Ik dacht echt van zo, het is eigenlijk echt nog veel meer dan ik dacht. Ja, dus dat is ook het doel. Al die grafieken laten eigenlijk zien van in de wereld van het onderwijs... er zijn gewoon veel minder onderwijsinstituten. Per instituut is veel meer leerlingen of studenten gekomen. Er zijn veel minder ziekenhuizen waar veel meer patiënten worden behandeld. En ga zo maar door, woningcoöperaties. Ja. Dus laten we eens zo'n domein pakken, hè? Bijvoorbeeld die van ziekenhuizen. Uh-huh. En dan schets eens hoe dat is gegaan. In de jaren 80 heb je nog 160 ziekenhuizen ongeveer, dat zijn er nu iets van 80. Ja. Dus het is gehalveerd. Terwijl natuurlijk in het hele de tijd zijn er meer mensen in de held gekomen. Dus per ziekenhuis heb je dan ook weer meer mensen die je moet bedienen als het ware. Dus dat is enorm opgeschaald en dat is vaak in stappen gegaan. Dat zie je mooi in de geestelijke gezondheidszorg. En dat je eerst nog van die lokale geestelijke gezondheidszorgcentra. Op een gegeven moment werd het de RIAG en dat ging ook weer verder. Hè. Dat wordt ook vaak doorgeschaald. Dus dat is het beeld dat je in de gezondheidszorg ziet. Wat bedoel je precies met doorschalen? Nou ja, dan zo'n instituut bijvoorbeeld wordt dan samengevoegd geestelijke gezondheidszorg. Dat wordt samengevoegd in centra, die functies. En dat wordt dan weer, op een gegeven moment worden ook die centra weer groter opgeschaald. Ja. Dus het is een beetje een rare beweging. Want in sommige steden, neem Amsterdam, daar heb je dus nog het medisch ziekenhuis van de UvA en van de VU. En die zijn nu gefuseerd door Wouter Bos trouwens, nadat hij de politiek heeft verlaten. Het is namelijk ook een politieke kwestie, dat snij je ook mooi aan. Daar komen ze meteen wel op. En die ziekenhuizen die zijn op zich nog wel ieder op hun locatie. Hè? Uh-huh. Alleen die schalen dan op. Dus het wordt één organisatie. Ja, en dat is vaak in Nederland volgens mij wel gebeurd. Hè? Dus in veel steden heb je nog een bereikbaar ziekenhuis. Ja, en tegelijkertijd zie je dat ze samenwerken, waardoor je dus niet meer voor
ieder mogelijk kwaaltje. Nou ja, dat zeg ik nou een beetje bagatelliserend. Ja. Terwijl je kunt niet meer voor ieder probleem. Ja. Je moet gedotterd worden naar ieder ziekenhuis. Dus dat is via specialisme ondergedeeld. Ja. Maar het gevolg is dus wel, en daar probeer ik ook de nadruk in het boek op te leggen, het is ook voor een groot deel bestuurlijke opschaling. Hè? Dus het gaat uiteindelijk om, kijk, wat is schaal? Daar kun je ook discussie over voeren. Je kunt zeggen, nou, we kijken naar de instelling bij school, hè? Waar we school. Dat is de eenheid die je neemt. Ja, ja. Maar hier consequent in het boek heb ik, en zo wordt het ook in de economische literatuur vooral gedaan, je kijkt eigenlijk naar de juridische entiteit. Want het gaat om uiteindelijk om macht. Wie bepaalt wat er gebeurt in een school, een ziekenhuis? En dat is natuurlijk wie de doorzettingsmacht heeft, zoals dat dan heet. Dat is het bestuur. Hè, in die school. En dat daar zit ook heel. En dat onttrekt een beetje. Dat is ook best sinister. Dat wordt een beetje aan het zicht onttrokken, omdat je wat je zegt. Je houdt wel die locaties. Ja, ja, ook dat die, is. Je houdt die basisscholen, maar ze zijn ondertussen wel samengevoegd in een grote schoolbestuur. Nu valt onder een schoolbestuur van een gemiddeld 6 basisscholen. En dat was 20, 30 jaar geleden, waren dat er 2 of 3. Dus dat is ook schaal, maar dat onttrekt zich een beetje het gezicht, maar het is wel schaalvergroting. Dat is heel interessant, hè, dat gebeurd is. Het is toch echt heel interessant, want we kijken vaak naar de recente geschiedenis als een periode waarin we eigenlijk de marktwerking hebben omarmd. Ja. Neoliberalisering. Uh-huh. Maar dit zet er echt iets naast, hè, van een gegroeide overheid of een grote publieke sector, die eigenlijk ook nog door centralisatiemechanismen eigenlijk ook allerlei grote partijen heeft gecreëerd die eigenlijk helemaal niet meer te rijmen zijn met marktwerking. Ja, dat wat ze dan bijvoorbeeld in de literatuur maatstafconcurrentie noemen. Hè. Dus het mooie van verschillende juridische entiteiten, laat ik het zo maar even noemen, is dat je krijgt concurrentie, toch iets van concurrentie, ook in het publieke domein. Ja, ja, precies. En waar heel vaak veel kritiek is op in het bedrijfsleven, op opschaling, en dan wordt gezegd, je krijgt monopolies en zo, je hebt nog maar één grote Google, Amazon. Ja. Is hetzelfde proces gaande. Daarom heb ik het boekje ook geschreven, want dat is een beetje aan het zicht onttrokken geweest. Maar hetzelfde fenomeen zie je in dus heel veel bestuurlijke of publieke instituties. Ja, ja. Daar is ook heel veel samengevoegd. Is de concurrentie dus ook minder, onvermijdelijk ook minder geworden. Ja. Dus je ziet dezelfde processen daar ook. Ja. Ja, 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 ja. Misschien toch meteen even van wat zijn nou de redenen die organisaties zelf aangeven voor hun opschaling? Wat zijn dan de belangrijkste redenen? Ja, oké, er zijn ook goede redenen voor te geven. Ik wil niet zeggen dat het allemaal... Om het te kunnen deconstrueren, moet je het eerst reconstrueren. Allerlei redenen. Bijvoorbeeld in de zorg zeggen ze dan, een chirurg moet minimaal 100 darmoperaties doen in een jaar. Hè. Wil die dus goed dat kunnen blijven doen. En dan hebben we dus een bepaalde omvang nodig. Dure apparatuur, dat kunnen ook maar in 1 ziekenhuis hebben. Dus even in de zorg, ik noem maar iets. En dan bij de gemeente bestaan vaak over van... bestuurskracht, daar ben ik heel kritisch over, zoals je wel eens gelezen hebt. Er moet bestuurskracht zijn, moet voldoende specialisme bij ambtenaren zijn om al die ingewikkelde opgaven te kunnen doen. Heb ook een minimale schaal van nodig. Of ze komen met het kostenargument, kan efficiënter dingen samen. Dus er worden allerlei argumenten gegeven, die probeer ik te ontrafelen. En als je dan kijkt, uiteindelijk zijn er dus bijvoorbeeld productiviteitsstudies. Hè? Studies die kijken van, nou, wat betekent dat nou? Hè? Voor kosten per inwoner. Ja, hou nog heel even vast. Dat is inderdaad ook de schakel in jouw boek trouwens echt heel, heel mooi opgeschreven. Dus gaan we zo meteen afpellen wat mij betreft. Ja. Maar eerst nog even die argumenten die bestuurders en politici zelf geven voor... En business schools en bestuurskundeopleidingen. Want dat hangt natuurlijk rond in de manier waarop wij nadenken over bestuur in Nederland. Ja. En niet alleen in Nederland, daar gaan we het ook zo nog over hebben. Maar het eerste argument wat ik bij jou nu hoor is eigenlijk professionalisering. Om bijvoorbeeld dus een professioneel chirurg te zijn, moet je volgens het protocol werken. En dat betekent dat je zoveel handelingen per jaar moet verrichten. En dat geldt natuurlijk ook voor een, waarschijnlijk zelfs voor een goede makelaar. Ja. Voor een goede bankier. Om een professionele organisatie te zijn, moet je enigszins gespecialiseerd zijn. En dat vereist toch een zekere schaal, waardoor je daarop kan richten. Ja. En iemand anders ook bepaalde dienst uit handen kan nemen. Je kan een secretaresse aannemen of een hoofd HRM. Je kan je voorstellen dat een basisschool met een koepelorganisatie met 2 basisscholen zal het heel moeilijk zijn om een HRM, een human resource manager, een personeelsmanager aan te nemen. Terwijl met 6 scholen kan ik me voorstellen dat daar geld voor vrijkomt. Dus je kunt iets uit handen nemen, waardoor je meer kan focussen op wat je wil. En dan kun je andere professionele hulp inschakelen, die de organisatie als geheel beter in de gaten houden. Nou, dus dat is laten we het professionaliteitsargument noemen. Ik denk dat dat best wel iets voor te zeggen. En de tweede is dan die kostenefficiëntie. Ja. Dus, en het idee daarbij is, als wij samenwerken, kunnen we gezamenlijk inkopen. Ja. We kunnen onze klanten via 1 marketingcampagne benaderen. Dat is nog de vraag of je dat als publieke organisatie moet willen. Maar helaas, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs zie je dat. We hebben enorme budgetten voor reclames om studenten te werven.
Ook in het buitenland, waar zijn we bezig. Maar goed, dat is oké. Als je ervoor kiest om dat te doen, kun je het beter efficiënt inrichten. Die twee argumenten, ik snap ze in ieder geval wel. Mm-hmm. Ik denk dat bestuurders wel, ja, het zijn valide argumenten. Maar ja, ze zijn theoretisch. Ja, dat is het grote probleem. En kijk, je kunt, als het bijvoorbeeld om specialisering gaat, dat kun je hebben in het ziekenhuis. Maar dan kun je nog steeds, voor het bedrijfsleven gebeurt dat ook, heb je hele specialistische bedrijven. Die kunnen maar één dingetje heel goed. Maar die zijn dan vaak, of die kunnen in ieder geval nog steeds zelfstandig. Hè? Weer de juridische eenheid. Dus zelfs als je specialiseert, sluit dat niet uit dat je nog ook klein kan zijn. Hè? Of je hebt dat toch private klinieken die helemaal gericht zijn op één, in de zorg, één element. Weet ik, dus of dat nou, maar oké, dat argument wordt dus gebruikt voor opschalen. Maar of het een valide argument is, dat vraag ik me dus af. Hè, bij dat en bij de kosten, ja, dat klinkt allemaal heel logisch. Ja. Maar als je dan in de praktijk kijkt, hè, bijvoorbeeld, en dat is bij gemeenten is dat heel goed gedaan. En Maarten Alles in Groningen, die heeft heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, het klopt niet. Het is niet zo dat het, natuurlijk, je moet niet een gemeente van 10 inwoners hebben, dat snappen we. Maar we zitten eigenlijk veel te ver boven de optimale schaal. Dus als je het dan gaat bekijken, en je kunt het bestuur ook door, nou, daar kunnen we straks nog opkomen, maar het klopt niet. Het is al vaak te ver doorgegaan. Laten we wat verder ingaan op die optimale schaal. En ik zal nog even wat dingen die je in je boek bespreekt noemen. Dan kun je die misschien als voorbeeld gebruiken. Dus er is opschaling in onderwijs. Nou, daar hebben we al een heel duidelijk voorbeeld van gehad. Namelijk basisscholen, waarbij er dan nu gemiddeld 6 onder een koepel hangen. Ja. Terwijl toen wij op de basisschool zaten, was het gewoon 1 of 2. Ja, nu ongeveer 1500 leerlingen per... Besef dat, hè? 1500 basisschoolleerlingen per schoolbestuur. Ja. En heb je duidelijk, ik denk wel dat er valide argumenten voor professionalisering en kostenbesparing zijn. In theorie. Dus bijvoorbeeld schuivende leraren als iemand ziek is. Ziekenhuizen, dat is gigantisch opgeschaald en een veel grotere factor als ik in je boek. Hoger onderwijs, maar niet, die hebben we gehad. Onderwijs, het hoger onderwijs skippen we nu maar even. Woningcorporaties noem je nog? Ook hebben we nog niet. Ja, uit mijn hoofd iets van 900 woningcorporaties hadden we naar iets meer dan 300 nu. Dus dat is per woningen per woningcorporaties. Dus dat waren er gemiddeld iets van 2500 woningen per woningcorporatie. Nu zijn het er bijna 9000. Ja. Dus dat is een enorme opschaling. Ja. Daarbij nogmaals, zodat ik je ook gelijk weer onderbreek, maar dan is het argument van die zijn beter, professionele. Maar waar gaat het vaak verkeerd? Bij Vestia, bij de grote jongens, bij In Holland. Hè? Dus zeg het als het niet zo is. Dus daar gaat het. En al die kleine woningcorporaties moeten tot de dag van vandaag bloeden voor die grote Vestia. Hè? Met dat, dus dat is meer. Het wordt allemaal maar gezegd. Maar als je dan kijkt naar de realiteit, is het vaak precies tegenovergesteld. Daar zijn in ieder geval sterke tegenvoorbeelden. Ja. Dat ben ik met je eens. En de gemeentes, die noemde je nu net ook. En daar speelt een heel complex proces. Ja. Dus, Want de gemeentes zijn in Nederland recent nog gecentraliseerd. Dus waardoor we eigenlijk niet veel meer gemeentes meer hebben in Nederland. Er zijn heel veel gemeentes op een hoop gegooid die nu één gemeente vormen. Bijvoorbeeld het Gooien, Weidemeren, allemaal kleine dorpen die nu... Dit gaat me ook meest aan het hart. Dit is het duidelijkste voorbeeld. We hadden iets meer dan 1000 gemeenten aan het eind van de oorlog. Dat zijn er nu iets meer dan 300. Het gaat maar door. Ja. Scherpenzeel bijvoorbeeld, daar probeer ik me ook echt in te verdiepen nu. Die is de volgende die op de lijst staat. Hè. Mensen zijn er tegen. Er staat ook een tabel opgenomen. Heel veel referenda zijn er gehouden. Ja. Vaak zijn mensen tegen, wordt toch doorgedrukt. Ja. We komen nu, daar ben ik best trots op. Daar is ook misschien een primeur voor je, maar we komen met een... Als partij dan met de reconstitutiewet Haren. We gaan proberen om die gemeente weer voor het eerst, dat is nog nooit vertoond, weer uit Groningen te trekken. Mm-hmm. Dat is nog nooit vertoond. Wel in andere landen trouwens. In Australië en weet ik toevallig in Canada is dat zoiets wel gebeurd. Dus tegenovergesteld van herindelen. Het los trekken. Mm. Dus, maar daar is het helemaal doorgeslagen. Ja. We hebben ondertussen bijna de grootste gemeente van heel Europa. En ze willen eigenlijk maar ze willen door. Het gaat interessant. Laten we die politieke kant zo meteen bespreken. Sorry, ook omdat het iets zegt over politiek engagement in Nederland. Dat wij zulke grote gemeentes leven. Ja. Daar werk je ook uit in je boek, maar daar komen we zo meteen op. Want het is niet zo dat mensen politiek gemotiveerder raken. Nee, dat is heel door die centralisatie. Ja. Maar daar komen we nog op. Dus bij die verschillende domeinen, dus woningcoöperaties, onderwijs, zorg. Daar zeg jij eigenlijk op basis van heel wat literatuur, er is een soort optimaal schaalniveau. En kun je eens vertellen van, hoe berekenen wetenschappers dat? Zo van, bijvoorbeeld, ik noem maar even een voorbeeld van een basisschool met 500 leerlingen. Dat is eigenlijk professioneel en kostentechnisch optimaal. Dus dat is beter dan met 400 of 300 leerlingen. Maar 600 of 700 is eigenlijk te veel. Ja. Hoe kom je op zo'n optimum argumentatie? En je moet natuurlijk ook niet alleen naar kosten kijken. Nee, dat zeg je ook. We hebben het de laatste om dat te zeggen, weet ik wel. Dat wordt altijd ook in dit programma goed en nadelijk terecht opgelegd. Maar kosten zijn vaak een markt te meten. Maar je kunt ook kwaliteitsindicatoren nemen. Bijvoorbeeld politieke participatie, waar we wellicht straks over gaan. Maar het is vaak moeilijker te meten. Maar
Ja, uiteraard is er... Er is een grens. Iedereen zal met... dat is duidelijk. Hè? Je wil niet een basisschool met één leerling hebben. Ook niet eentje met 100.000 leerlingen. Dus ergens zit... Dat voelt iedereen aan. Ja. En dat kun je... Nou, er zijn studies naar gedaan. Je kunt, en dan is het makkelijkst om gewoon puur te kijken kosten per leerling. Ja. En de meeste studies gaan op die manier. Ook bij gemeenten en zo. En dan kun je op een gegeven moment berekenen. En dat is... Het is niet makkelijk, want het is natuurlijk altijd multivariaat. Maar... Van nou, die omvang, als je dan puur kijkt kosten per leerling, hè, dat zijn je output, dat schijnt optimaal te zijn. En dan, ja. Daar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld op het moment dat je dan krijgt dat een school fuseert of een gemeente wordt heringedeeld, dan dat is eigenlijk een statistisch verhaal, maar in ieder geval dan blijven heel veel andere achtergrondfactoren, mag je aannemen, constant. En dan kun je het heel mooi bestuderen, hè, of het een effect heeft, hè, die grotere schaal. Dus zo kunnen economen dat doen, of sociale wetenschappers, en dat gebeurt dus, een hele tak van sport. He, op al die domeinen. Ja. Er zijn heel veel studies. Nou, Maarten Alles doet het voor gemeente in Groningen. Jos Blank doet het voor heel veel andere instituties in Delft. Voor ziekenhuizen. Daar leun ik op. Ja, ziekenhuizen onder andere. En dat gebeurt ook in andere landen. Ja. En dat, ja, dat maar weet je, Pepijn, waarom ik het zo mooi vond dat je dat in je boek inbrengt? Omdat je eigenlijk dus het argument, het pro-argument, eigenlijk aanvalt op zijn eigen... Ja, exact. Op zijn eigen kern. Dus het pro-argument is vooral dat het kosten bespaart en efficiënter is. En die studies laten zien dat het vooral niet efficiënter wordt als je dat optimum... doorkruist. Ja, en dat het ook meer gaat kosten. Ja, uiteraard. Het is onopstellig. En er is ook wel aandacht voor geweest in de media. Dus dat is het. Maar ze gaan maar door. Dus ja. het is echt ongelooflijk. Dus ja. Dat is wat. Dus er zit een grens aan. En, ja. en er zijn studies en de kennis is paraat. Maar het ook nu ongetwijfeld. Zullen scholen worden samengevoegd in grotere schoolbesturen. Met ziekenhuis, hetzelfde verhaal. Dus zeker bij gemeenten. Dus het is alsof het beleid, de politiek, ja, wat ze dan zeggen, ja, eigenlijk feitenresistent is wat dat betreft. Ja, ja. En dan komt dan het. Je kunt ze dus helemaal terugdringen in een argumentatie. Maar dan uiteindelijk het laatste argument wat ze dan overhouden, bijvoorbeeld bij gemeenten, is dat dan zo bestuurskracht. Ze zeggen, ja, dat wordt eigenlijk gewoon aangenomen bij scherp, zie je dat. Hè? Dus die hebben ook financiën alles op orde. En dan is het eigenlijk van ja, het moet. Je bedoelt gewoon, de gemeente Scherpenzeel? Ja, gemeente als voorbeeld dan even. En dan is het, dat zag je, dat is ons onlangs in de Provinciale Staten, een groot debat, hebben ze doorgedrukt. En dan is het, ja, we moeten. Het is gelooft ook zelf, sommige partijen in de gemeente. Van je moet het toch een minimaal omvang hebben, anders kunnen we niet overleven. Dat is de gedachte die ze hebben. En ja, waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Even gemeenten zijn veel kleiner. Je hebt zelfs hele landen. Hè? Dat is dan een beetje een hobby van mij. Hè? Bijvoorbeeld de microstatus Liechtenstein. Aan het eind van het boek ga ik daarop. En die zijn kleiner. Die zijn kleiner dan de gemiddelde gemeenteomvang hier in Nederland. Die hebben een soeverein land. Die moeten alles doen. Hè? Ja. Defensie moet in principe alles regelen. Dus dan zouden wij ver boven dat niveau van zo'n land moeten opschalen om onze gemeente nog leefbaar te houden. Of bestuurbaar. Dat is een ander belangrijk tegenargument dat jij inbrengt. Ja. Dat is misschien goed om die nu te inventariseren. Ja. Dan gaan we zo weer verder op die concrete voorbeelden. Ja. Is dat de menselijke maat eigenlijk onder druk komt te staan. Ja. Dus het idee van, ik herken mij in de instituties die de publieke orde waarin ik leef vormgeven. Daarom wil ik me ook inzetten, daarom word ik lid van een partij, daarom ga ik 's avonds vuilnis ruimen en vrijdagavond naar de sportclub. En dus het engagement blijft achter eigenlijk bij die centralisering. Hè? Dus je zou eigenlijk hopen als bestuurder van we worden groter en mensen gaan zich ook met die grotere orde identificeren. Ja. En dat is eigenlijk jammer voor de voorstanders, dat valt tegen. Mensen denken juist, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dit is mijn gemeente niet. Of... Ja. En dat is voor mij persoonlijk ook, en ik denk ook voor onze partij, het belangrijkste punt. Mensen worden onteigend. Hè? Het is dus, je raakt de controle kwijt over instituties. Vroeger een woningcorporatie, de huurder huurders waren dezelfde baas. En heel vaak komt het ook in dit programma, dit punt aan bod, volgens mij. Hè? Dus dit is een heel groot probleem. Hè? Dus ook in school hetzelfde verhaal, dat ouders nog wat te zeggen hadden. En dat is allemaal, we zijn onteigend. Er is ook een rapport over verschenen, ook bij bijvoorbeeld de ROB en zo, uiteraard openbaar bestuur. Dat is echt het allerergste. Het is ook een ontdemocratisering. Mm. Dus dat is wat in ieder geval mij vooral drijft. Maar ik heb hier ook in dit boekje, dus dat punt maak ik ook best wel uitgebreid, maar ik heb in dit boekje dus ook het eerdere punt, omdat je ze dan met hun eigen wapens bestrijdt. Dat is ook verliezen dingen, maar dit is het hoofdpunt eigenlijk. Hè. Zelfs al zou het efficiënter zijn, als dat betekent dat mensen hun interesse verliezen in een omgeving, in de gemeentepolitiek, is dat natuurlijk heel erg. Ja. En dat is dus onomstotelijk zo. Bas Dentis, die doet daar vooral heel veel onderzoek naar participatie met gemeenteomvang. Die heeft ook een grote standaardstudie onlangs over verschenen. Ja, dit is zo duidelijk. Dus het is echt geen enkele twijfel niet over. Dus, waar mijn cynische zorg zit, is van die burgerparticipatie. Is men daar wel zo bezorgd over, zo bekommerd over? Nee, dus die verdwijnt, maar heel veel bestuurders. Ik wil het niet persoonlijk maken, maar we leven natuurlijk in een
In een systeemaanpak, in een technobestuurlijk land. Ja, technocratie, ja. Ja, en die democratie die is wel belangrijk. Maar mensen zeggen toch eigenlijk van ja, laten we dingen vooral regelen. Dit land moet bestuurd worden. Ja, dat is de kreet dan, hè? Dat is de kreet. Nee, dat demofobe denken is helemaal overal. Dat zit overal in. Ja, dus ik denk dat je kunt wel met onderzoek aantonen dat de participatie afneemt. Maar heel veel mensen zullen zeggen ja, maar misschien hoort dat ook wel. Het interesseert ze geen bal. Ja, het past helemaal niet in hun plaatje. Nee, dat is alleen maar hinderlijk. Al die mensen die wat willen, dat moet je toch niet hebben. Dat is niet efficiënt. Wij weten precies hoe het zit. Ja, dat is... En toch is het ook weer niet zo eenduidig, hè? Want dat wordt mooi in het voorbeeld van gemeenten. Dat schets jij ook. Dus die centralisatie van gemeenten, ironisch genoeg, is dat voortgekomen uit een landelijke agenda, waarin we juist veel beleid, bijvoorbeeld rond zorg, hè, bijvoorbeeld omgang met mensen, nou, bijvoorbeeld die hulp nodig hebben omdat ze psychiatrisch patiënt zijn. Ja. Die zorg is eigenlijk gedecentraliseerd. Dus ze hebben die gemeentes groter gemaakt om vervolgens eigenlijk veel activiteiten die landelijk georganiseerd waren weer terug te brengen op gemeentelijk niveau met als argument, ironisch genoeg, dat die gemeentes dichter bij de burger staan. Meer maatwerk, meer menselijke maat. Terwijl ze ondertussen dus zeggen dat kan alleen maar als die gemeentes opschalen. Nou, daar heb ik ook toevallig in verdiept. En dan zie je, er zijn dan gemeentelijke... Je ziet dat het niet gebeurt. Laat ik daarmee beginnen. Je hebt dan gemeentelijke verordeningen. Je moet bijvoorbeeld de WMO regelen. Ja. En je ziet dat ze dat... Dan komt de VNG met zo'n modelverordening. Je ziet dat al die gemeenten dat van elkaar kopiëren. Dus als er al ruimte... Als die er al is, ze pakken het niet. Want ze doen het, richten allemaal een beetje hetzelfde in. Dat is, een soort realiteit. En dan is ook nog maar de vraag, hoeveel ruimte hebben ze, die gemeente? Want er zijn al rechtszaken geweest. Hè? Dus dan proberen ze te zeggen, ja, die voorziening kennen wij niet toe in onze gemeente. En dan komt er een rechtszaak. En dan zegt, het is vaak gebeurd, dan zegt de rechter, ja, we moeten toch toekennen. Dus heeft de gemeente wel zoveel ruimte? En dan, een ander heel groot probleem met de gemeente recht over klagen, is dan, ze krijgen al die verantwoordelijkheden op zich. Maar de ruimte om bijvoorbeeld, ik doe wat, zo simpel als belasting heffen, dat kan de gemeente in Nederland helemaal niet. Het is allemaal centraal. Dus zoals ik het zie, het Rijk heeft eigenlijk heel slim een hele vervelende taak, wat nu heel veel extra kosten geeft voor al de jeugdzorg, gewoon naar de gemeente gekieperd. Zonder ze de extra mogelijkheden bijvoorbeeld te geven met belasting of wat dan ook. En ja, de gemeenten zijn nu de klos. Dus zoveel... Maar de gemeenten zijn de klos. Je ziet ook dat de gemeente dus ook... Ik wil er ook niet te kritisch over zijn, want het is van afstand makkelijk praten. Ja. Maar het lijkt er ook op alsof zij zelf ook die schaalvergroting gewoon vooral heel erg zien zitten. Het is meer een bepaalde kant van die gemeente. Ja. Dus de erkenning van de burger, van het bestuur, de die tot uitdrukking komt in zijn participatie. Ja. Daar voelt iedereen wel de crisis. En die zit, de kloof tussen burger en bestuurder zit op landelijk niveau, maar ook op gemeenteniveau. En dat voelen ze heus wel. Maar zodra ze gewoon dingen proberen te regelen, en dan willen ze eigenlijk zelf ook kijken naar best practices uit de aanpalende gemeente. En samenwerken met bedrijven waar ze de afgelopen 10 jaar ook al mee samen hebben gewerkt. Dus die continuïteit en grote structuren, die zoeken ze zelf ook op. Hè? Dus die gemeenten, die lijken ook niet wakker te zijn op dit punt van, we kunnen het hier op een andere manier aanpakken. Het is voor mij nog maar de vraag, hoe ver ze überhaupt ruimte hebben die ze kunnen nemen even. Maar dat is mijn punt. Maar dus en ook die samenwerking, dat die gemeentelijke samenwerking, is natuurlijk ook wordt ook door Den Haag verordeneerd. Hè? Ze moeten vaak in die structuren zitten, of ze willen of niet. Ja. Dat wordt afgedwongen. Ja. Dus het is eigenlijk bijna semi-vrijwillig. Je moet ergens in zo'n gemeentelijk samenwerkingsverband zitten als gemeente. Ja. Dus ook hier is maar weer de vraag, hoe vrijwillig is het allemaal? Iemand is goed in moeten duiken. Ik heb ook wel gasten die aan tafel gehad die toch wel zeggen van, ja, er zijn ook wel gemeenten die wel, die lukt het om iets creatiefs te doen op een andere manier en dan weer een nieuw voorbeeld voor andere gemeenten. En dat kan wel, maar heb je een bepaald soort ondernemende energie voor nodig. En toch ook een beetje de kont tegen de krip. Ja. Maar goed, jij vanuit Den Haag ziet natuurlijk heel duidelijk van een uniformering die wordt afgedwongen, samenwerking die wordt afgedwongen. Ja, tussen gemeenten, tussen private en publieke partijen en die allemaal die schaalvergroting in de hand werken. Ja, dat is het hele wat hier ook in dit programma vaak aan, dat technocratisch denken. Er is één optimale oplossing. Er is één waar. En dat wordt en dat zit maar in de hoofden. Ja, en dat moet er koet doorheen en couleur lokaal en zo. Dat is het. Dus überhaupt, dat hele denken is verdwenen. Ja. Dus ik denk dat gemeenten, sommige zeker kleine gemeenten, zullen ongetwijfeld hun best doen. Hè? Je kunt wel altijd iets doen. Even een uitstapje naar je proefschrift, Pepijn. Want je bent gepromoveerd op sociaal kapitaal in Japan. Ja. En ook als object had je ook de Japanse samenleving. Ja, prachtig. Dus dat gaat eigenlijk ook over die couleur lokaal, van hoe
er zijn mensen bezig bijvoorbeeld met sport of met de lokale schaakclub. Ik bedenk maar wat voorbeelden, maar zo zie ik het dan voor me. Is dat daar heel anders dan hier? Hebben ze daar die... Want het is ook een land dat geglobaliseerd is. Het is zeker ook een land dat bekend staat om zijn technocratische... In ieder geval is het al een heel technisch ingerichte economie. Strak georganiseerde moderne economie met superuniversiteiten, modern ziekenhuissysteem. Dus ja, hoe zie je dat? Is dat een groot verschil met Nederland? Ik zeg het ook, omdat in je boek leg je heel erg duidelijk de lijn van het ideaal van globalisering en loslaten van grenzen. Ja. En die schaalvergroting in Nederland, dat heeft met elkaar te maken. En daarom, voordat we dat verder uitpakken, ben ik benieuwd hoe je die verschillen ziet tussen Japan en Nederland. Nou ja, beproefschrift ging dan het grote verschil, denk ik hoor, is dus dat in Japan, de Japanse civil society is heel lokaal georganiseerd. In Nederland is, we hebben ook wel lokaal natuurlijk activiteit, maar daar heb je hebt Amnesty, je hebt Greenpeace, dat zijn vaak landelijke organisaties. In Japan is het zo dat op lokaal niveau, dat wil zeggen op buurtniveau, een buurt, en die is gemiddeld vaak 300-400 huishoudens groot, en bijna elke buurt heeft zijn buurtgroep. Er zijn 300.000 buurtgroepen in Japan, maar die zijn onderverdeeld in nog kleinere groepen, die ook allemaal taken hebben, die soms het buurthuis schoonhouden. Dat zijn er dus miljoenen al, en dan heb je subgroepen die dan zich specialiseren op de activiteiten die zorgen voor de veiligheid in de buurt of het sportdag organiseren. En dan, dus er gebeurt op elkaar, en dat gaat hier in Hiroshima, waar ik mijn onderzoek gedaan heb, helemaal buiten de overheid, om juist werken wel samen, bijvoorbeeld als de rampenoefeningen, samen. Maar in principe, ze krijgen geen geld van de overheid, dus daar is een hele levendige, wat dat betreft, civil society. Want Nederland staat toch in de literatuur ook bekend als een voorbeeldig land, wat betreft engagement op maatschappelijk middenveld. Veel sportclubs, veel mensen die zaterdagmiddag de kantine schoonmaken. Ja. Nee, daar zitten we in de hoogste, maar dat is hoe het alles is hoe je het meet. En dan wordt dus gekeken naar stichtingen, verenigingen. Ja. Daar zijn we heel goed in, wat dat betreft heel sterk. Maar als dus die groepen die ik dan in Japan bekeken heb, die informele groepen, zoals dat dan wordt genoemd, die zijn geen stichtingen of verenigingen. En die vallen dan, in onze metingen, vallen er helemaal buiten. Dus als je ze wel meeneemt, dan scoort misschien Japan veel beter. Het is hoe je het meet. Maar oké, op die manier is het dus oké, dus eigenlijk herken jij niet zo in Nederland wat je daar wel hebt gezien? Aan burgerlijke zelforganisatie. Wij hebben wel degelijk ook heel veel vrijwilligers en zo. Alleen, het is nogmaals hoe je het meet. In Japan heb je dat dus ook, maar vooral op lokaal niveau. En wij hebben natuurlijk een enorme afname ook van dat soort organisaties. Ja. Mensen betalen nog wel aan de kerk, maar ze gaan er niet meer heen. Ja, het SCP. Dus mensen zijn wel lid van de sportvereniging, maar ze vinden het lastig om elke week drie keer te gaan. Wat ik allemaal begrijp, ik heb er geen oordeel over. Maar, en het lijkt wel zo te zijn dat in Nederland dat sociale leven langs de lijnen van de kerken georganiseerd was. Dat is dus heel de kerk. En dat de secularisatie vanaf de jaren 70 ook heeft veroorzaakt dat mensen ook, in dorpen minder, ik noem maar wat, tentoonstellingen, toneel, samen de buurt bespreken, dat allemaal verminderd is doordat die kerken... Zoals de SCP dan mee... Je kunt mensen vragen, doet u wat voor... Er wordt onderzoek naar gedaan. En dat, op zich is dat nog redelijk stabiel, maar je ziet, als je dan bijvoorbeeld naar ledenaantallen kijkt van organisaties, inderdaad de kerk, maar ook andere organisaties, vakbonden bijvoorbeeld, dat neemt af. Wat toeneemt. Maar het is zonder meer zo, dat is een feit, dat de kerkgangers doen heel veel vrijwilligerswerk, ook buiten de kerk om. Hè. En dat zijn steeds minder kerkgangers. Hè. Dat is natuurlijk zo. Dus dat neemt af. Daar wordt een gat geslagen. Ja. En dat is wel een verschil met Japan. Ja, daar hebben ze natuurlijk sowieso geen, wat wij hebben, een christelijke kerk. Ja. Nee. Bijna geen Japanse kerk. Dus dat hele... Nee, het is wel interessant dat jij dus, want dat is lokaal georiënteerd, dus je engagement. Dat heeft iets te maken met je buurt, met je dorp, met je stad. Heel lokaal, dus een buiten overheid om. Zo is de Japan georganiseerd. Want het zou ook kunnen dat de gemeentes in Nederland ook op de een of andere manier niet goed aansluiten bij hoe burgers zichzelf organiseren en hoe ze dingen zelf geregeld willen hebben. Dat daar... een mismatch is, hè? Tussen van wat burgers zelf al doen, waar ze hulp bij nodig hebben. En want dat is wel het ideaal nu in de bestuurskunde, is juist heel erg dat je samenwerkt. Ja, dat heb ik ook toevallig veel onderzoek naar burgerpraktijk. Maar de werkelijkheid is dus door die schaalvergroting en die centralisering en die marktwerking, dat het heel lastig is om aan te sluiten bij de behoeften van burgers. Hè? Bijvoorbeeld een buurt waarin bijvoorbeeld 3 of 4 opa's nog aan auto's klussen en een paar jongens helpen een rugzakje hebben en het lastig vinden op school. En dat ze daar 4 maanden lang komen bijklussen en leren hoe ze een wiel van een auto moeten afdraaien. En daardoor weer een beetje discipline aangeleerd krijgen. Zo'n leuk initiatief, dat is nou echt iets wat in Nederland wel bestaat, maar wat weinig steun krijgt. Ja. Nee, er zijn, absoluut. De mensen willen heel veel, dat is mooi om te zien. Hè? Dus je hebt die corporaties, energiecorporaties, of ook in dit programma komt er voor mij af en toe aan bod. Ja.
mensen die op teststappen zijn, en die zien komen, mensen die samen dingen organiseren. En is ook wel, daar is ook wel enige ruimte voor. Hè? Dus dat probeert vanuit het beleid proberen we dat ook te stimuleren. Dat is dat big society idee, dat mensen ook zoveel mogelijk zelf doen. Alleen, daar staat tegenover de vraag, we hebben ondertussen zoveel structuren ingericht en vaak botst dat. Om even een voorbeeldje te geven, een detail, maar dan wordt het misschien helder. Archeologen, die doen vaak ook in zekere zin vrijwilligerswerk. Hè? Die zijn 10.000 amateur-archeologen in Nederland. En die helpen, er wordt ergens een metrolijn aangelegd en dan gaan ze graven en dan zien ze wat. En dat is prachtig dat gebeurt, dat doen ze helemaal vrij. En die hebben nu een groot probleem. Waarom? Omdat dus het verdrag van Malta, een Europees verdrag, stelt, daar wordt het nu geregeld hoe je met erfgoed om moet gaan. En daar hebben ze afgesproken dat eigenlijk alleen maar bedrijven dat nog mogen doen. Hè, die dan ISO gecertificeerd zijn volgens bepaalde procedures. Dus die kleine amateur-archeologgroepen die dat heel goed deden, denk ik, en met heel veel liefde, die mogen het niet meer doen. Dus zo. Dus door allerlei, daarom zijn we ook zo kritisch op dat wat we dan noemen globalisme, al die grote structuren. Want ze maken het heel moeilijk om op lokaal niveau vaak te handelen. Omdat je dan snel met iets enorms wordt geconfronteerd waar ook niks tegen kan beginnen. Ja. In dit geval een groot internationaal Europees verdrag. Ja, wat wil je? Zo zie je vaak wel in het argument van opschaling dat het idee van professionalisering misbruikt wordt. Hè? Dus zo'n archeologie wordt dan op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Ja. En alleen als je in dat format past, ben je nog archeoloog of kun je nog dat soort werk doen. Mm-hmm. Terwijl daarvoor in de hobby-sfeer was het eigenlijk al heel academisch. Maar het voldoet nu niet meer aan de eisen en dan kan het opeens niet meer. En dat is ook in die ziekenhuizen en die scholen gebeurd. Hè? Van wat is professioneel bestuur? Nou, daar moet je al zoveel tijd voor hebben en dit soort en dat soort cursussen kunnen volgen. En dat vereist al die opschaling. Dus vaak wordt vaak wordt die professional ook die professionele bestuurder als argument gebruikt om die opschaling af te dwingen eigenlijk. Ja. Inderdaad, zo zal denk ik vaak. Ik heb me hier nog niet zozeer in verdiept, maar dit vind ik heel interessant wat je nu zegt. Dus dat je cursus moet je volgen, ISO gecertificeerd. Ja. En dat zijn dan middelen om eigenlijk mensen die waarschijnlijk heel goed hun werk kunnen doen, om ze eigenlijk eruit te drukken op een bepaalde manier. Ja, dat is, en dat komt dus, nogmaals, dat komt altijd van boven. Het is niet dat mensen daar zelf mee komen. Nou die amateur-archeologen hadden het idee in ieder geval niet. Dus, ik heb daar zelf ook wel eens over nagedacht in relatie tot bedrijfskunde en bestuurskunde. Van waarom doen managers dat eigenlijk? Hè? En een van de redenen is. Dus waarom denkt de ene manager een soort kwaliteitsstructuur uit, waardoor hij bijvoorbeeld een financiële ondersteuning kan aannemen die volgens bepaalde certificering werkt? Dat is niet alleen maar omdat hij het geleerd heeft op de business school en het nu de mode is. Het is natuurlijk ook van, ik wil mijn schaapjes op het droog hebben als organisatie. Ik wil risico's uitsluiten. Ja, risico, dat is En dan, je zou bijna zeggen dat het met angst te maken heeft. Ja, van, heel veel. Dus om maar te voorkomen dat er iets fout gaat. Mind you, in relatief grote organisaties, ook die op het optimum, hè, dus als je met 3 basisscholen zit, dan gaat er natuurlijk ook wel eens wat fout. Ja. Dus die mensen die komen ook wel eens in situaties van dat je denkt van daar wil je in 2021 niet in zitten. Hè. Mm-hmm. Belangenverstrengeling, MeToo, allerlei dingen die gewoon bestaan. En als je daar 3-4 jaar werkt, dan kom je dat allemaal wel een keer tegen. En dan denk je natuurlijk op een gegeven moment, dit moet ik eigenlijk niet willen. Dus ik ga iemand aannemen van HRM en dan moet een potje voorkomen. Die moet wel in het bestuur zitten, moet flink wat verdienen. En als we zo vanuit zo'n ontwikkeling ga je dan dus eigenlijk regels invoeren. Ja, heel bureaucratisch, technocratisch gedacht. Waarbij ik me afvraag in hoeverre het vaak ook helpt. Want stel, je hebt veel dingen zijn dan een cultuurprobleem. Hè, als je dan toe wat dan ook maar. Nee, tuurlijk. Of je dat oplost door de. Of je dat daardoor oplost, maar de vraag. Ja. Je probeert het te controleren. Ja, maar dat is inderdaad die risico's samenwerken. Dat mensen geen risico's meer accepteren. We zien het ook in een kamer vaker. Dat is ook iets wat daar heel erg doorheen speelt eigenlijk. Ja. En je alles beheersen. Dat is dus ook dat die handelingsvrijheid die bestuurders en die managers niet meer nemen, dat is niet alleen maar van bovenaf of ideologie zo. Heel veel mensen ervaren dat. Heel veel personeel ervaren het ook zo. Ja, in die zin zitten we gewoon wel ook in een bepaald denkkader met elkaar. Ja. Ik denk dat heel veel verplegers of artsen of chirurgen zelf ook zo denken. Dat is waar. Dat heeft ook bijvoorbeeld te maken met dingen als dat ze zelf deeltijd willen werken, waardoor allerlei activiteiten moeten worden uitbesteed, wat weer extra geld kost. Zogenaamd efficiënter is, maar het komt toch weer neer op die schaafgroot. Dus het zit in mensen hun hoofd en handelen. Het is niet alleen maar allemaal macht. Dat herken ik ook al een beetje.
Ik zit zelf zo niet in mijn kamer, die willen vooral duidelijkheid, zekerheid. Ja, hè? Dus, ja. En dan is het fijn als de procedure is en een protocol en dan kun je eraan houden. Ja. En dan is het goed geregeld. Ja. En dan ben je ingedekt. Je bent ingedekt, dus bureaucratische cultuur. Ja, we doen het hetzelfde als een scherp perceel in Amersfoort en Purmerend. Ja. Dus wat kan er eigenlijk fout gaan? Vereist wel dat je daar die vergelijkende studies gaat doen, dezelfde aannemers hebt. Ja, en dan. En voor sommige mensen, ik ben zo dus niet, maar inderdaad, die mensen bestaan. Dus je geeft een veilig gevoel en dan... Dat is die existentiële, kant van waarom mensen willen professionaliseren en waarom dat weer leidt tot schaalvergroting. Ja. Nu in je boek schets je ook... eigenlijk een soort, geef je reflectie over wat de grens is. Hè? Dus meer filosofische reflectie. Kun je dat eens kort uit de doeken doen? Een kleine metafysica van de grens, maar dat is sowieso iets... Want ik denk, veel anderen hebben het ook om, dat we in zekere zin in een grensloos tijdperk leven. Hè? Dus in heel veel opzichten. Dus taboes moeten doorbroken worden. Alles moet groot opgeschaald, waar we het net over hebben. Maar alles moet ook fluïde. Bouwman heeft er natuurlijk veel over geschreven. Ja, zeg maar Bouwman. Ja, en je hebt dat transhumanisme. Dat woord trans. Overal ziet het in. Hè? Transitie, transgender. Alles moet eroverheen. Hè? Ja. Dus, en dat is. En waar is dus nog ruimte eigenlijk voor grenzen, voor verschillen? Want grenzen maken ook verschillen mogelijk. Dus dat is überhaupt een vraagstuk wat me interesseert. Ja. Dus daar probeer ik dan ook in het boekje wat over te zeggen. Van, wat is hier nou aan de hand? Want wat maakt het nou zo dat we daar zo op gespitst zijn? Hè? Op dat grensoverschrijdende. Ja, ja. Ik herken het zelf in de taal, in de wetenschap stappen we allemaal heel graag over op het Engels. Dat vinden we heel spannend. Dus het is helemaal niet efficiënt. Er zijn wel pro-argumenten voor te geven. Je kan natuurlijk communiceren met de internationale gemeenschap van wetenschappers. Maar het is enorm veel gedoe als Nederlandse wetenschapper in het Engels te publiceren. Mm-hmm. Maar waarom doen we dat? Ja, we hebben gewoon een soort behoefte aan die internationale taal. Ja, terwijl je zoveel verliest, want je eigen taal, dat kun je altijd daar beter uitdrukken. Dat is, en talen hebben ook, dat hoef ik een filosoof natuurlijk niet te vertellen, maar die hebben een eigen omweld, zoals dat heet. Daar zit een cultuur achter en dat verlies je ook. Ja. Je hebt Duitse woorden, om het zo maar te zeggen, die kun je eigenlijk niet goed in Engels vertalen. En dat als je dus alles Engels doet, dan verlies je ook dat begrippenapparaat en die betekenis. In zekere zin, zo denk ik dan maar. Maar het lastige van die grensreflectie die jij gaf, daar is door veel meer mensen over geschreven. Dat zet je ook even kort neer. Bas Scheffer, Bas Heijnen. Jij zet het meer neer als van, wees er nou van bewust dat wij dat doen. Hè? Dat vond ik wel heel mooi aan het stukje. Wij zijn grensgangers eigenlijk. We zijn geobsedeerd door transformatie, door innovatie. Maar waar komt dat nou vandaan, denk jij? Wat is nou de... Waarom zijn wij... Want je hebt ook een tijd in Japan gezeten, 10 jaar, of in ieder geval langer... Vijf jaar. Je hebt er een proefschrift geschreven? Ja, klopt. In het Engels, of? Ja, dat in het Engels, ja. In het Japans, dat lukte me niet. Nee. Dus, maar je kent in ieder geval de goed een andere cultuur. Die hebben dat minder, is mijn indruk. En tegelijkertijd, wij gebruiken allerlei Japanse producten, toch? Ja. Dus... Inderdaad, het zit sowieso natuurlijk in onze tijd. Hè. Gewoon, het is het onderdeel. En wat, op het eind van het boekje, wat ik probeer te benadrukken, is van, het is ook, het voelt goed. Waar komt die kracht, wat is de enorme kracht, denk ik, toch vandaan? Van het voelt, en dan houdt het liedje aan van John Lennon, Imagine. Het voelt lekker, hè, van alles samen, alles één. Ja. Het vaak ook, je kunt er ook een rationeel argument bij maken en zo. En dat geeft een heel sterk... impuls, denk ik, in die richting. Maar de vraag is dus of het zo verstandig is. Hè? Of er dus niet ook grenzen... Ik heb een ander woord, wat ik al die transwoorden... maar dan heb je ook het woord transgressie. Ja, dus er is een veel ouder inzicht, en denk ik ook een veel wijzer inzicht... dat grenzen ook van belang zijn. Hè? Dat ze er niet zomaar zijn. En dat zijn we volgens mij voor een heel groot deel kwijtgeraakt. Ja, ja nou duidelijk. Ja. Ja. Ja, in de ethiek heb je dat ook, een soort heiligheid van de grens. Hè? In de ethiek gaan we vaak juist uit van een... verschil tussen man en vrouw, of tussen middag en avond, of tussen privé en werktijd. Ja. Er zijn hele belangrijke markeringen voor en na het avondeten. Ja. Onze zeden zijn ook daar voor een belangrijk deel op ingericht. Ja. Ja, een collega bel je eigenlijk niet in de avond, tenzij je een goede relatie hebt of een deadline, maar eigenlijk... niet. Ja, en dat is het werk van, waar wij voor mij allebei dus in geïnteresseerd zijn, Jonathan Haidt. Die laat dat mooi zien. Hè, zoals jij ook weet. Je hebt dus, hij heeft dan 5 moral foundations. De tweede van zijn, die zijn niet zo, dat zijn de typische liberale foundations, die zijn niet gericht echt op grens, juist eerder op grensoverschrijdende dingen. Dat is, je moet allemaal geen harm doen. En je moet eerlijk zijn, hè, dus het moet gelijk zijn. Hè, je moet eerlijk, maar dan zijn er 3, die zijn meer conservatief georiënteerd. En die zijn heel erg op grenzen gericht. Hè, het afbaken van in- en uitgroep.
het belang van traditie, zijn autoriteit. En de laatste, die is het meest misschien nog wel, wat hij dan noemt sanctity. Hè? Ja. Dus het idee ook van walging, dat komt daar vandaan dat je niet bepaalde dingen gewoon niet doet. Ja. En dat en die drie, ja, die liggen wat in de verdrukking. En dat zal ook geen toeval zijn. Ja. Sommigen twijfelen zelfs, maar of dat überhaupt morele waarden zijn. Wat hij doet, om nog een beetje aan te vullen. Ja. Hij is een psycholoog, maar ook een ethicus. En hij doet onderzoek naar wat nou de status is van morele waarden. Dus interviewt hij een hoop mensen. Hij doet ook allerlei surveyonderzoek en daar is hij al een hele carrière mee bezig. En hij komt eigenlijk dus tot 5 grondwaarden. En hij zegt, nou, de mens heeft in de basis deze 5... Hij voegt er een 6 aan toe, hè, vrijheid. Ja, onlangs, ja. Maar zegt eigenlijk van die 5 waarden, die kun je hebben, daar kun je op scoren. En dan zegt hij, er zijn 2 typen mensen. Grofweg links-rechtse mensen. Progressief-conservatief. Mm-hmm. En die hebben een heel dun moreel pakket. Die hebben namelijk alleen het idee van gelijkheid en opkomen van slachtoffers. Ja. Dat is de progressieve ethiek, de NRC Handelsblad ethiek. Ja. En dan is er nog de ethiek die wat dikker is, die iets conservatiever is, vaak ook wat volkser. En daarin zijn dus die andere dingen belangrijk. En dat noemt hij onder andere loyaliteit, dus dat in-out-group wat jij noemt. Loyaliteit, dat betekent dat je bijvoorbeeld loyaal bent aan jouw gemeente en daar je best voor wil engageren op zaterdagmiddag, maar niet aan een nieuwe gemeente. De loyaliteit is op de een of andere manier historisch ontstaan. En kun je niet zomaar even, dan ben je wel loyaal met een andere voetbalclub. Zo gaat dat niet. Nee. Dus het zit bijvoorbeeld ook in voetbal. En inderdaad, hiërarchie. Dat is in de progressieve moraal iets wat niet meer, dat er een grens is überhaupt waar je aan moet houden. Een instituut dat zegt wat je moet doen, dat accepteren we eigenlijk niet. Ja, ongelijkheid die daar ook natuurlijk bij hoort automatisch. En dan die derde dimensie. De heiligheid. Ja, en wat ik interessant vind ook wat je net zelf zegt, want dat is ook. Dus hij heeft die 5 dimensies, heeft hij onderzocht, ook voor conservatief. En dan die liberalen scoren eigenlijk alleen op die 2, maar de conservatieven scoren die 2 ook wel, ietsje minder, maar eigenlijk, die hebben dat ook. Elke mens heeft dat natuurlijk. Dat zegt hij maar dan. Die hebben dus de 3 erbij. Die hebben gewoon een rijker palet. Ja, zo zie ik dat dan maar. Ja. Een rijker palet. Maar ze verstaan elkaar dus niet. Want, wat ik heel fraai in jouw boek vind, is dat je zegt van, kijk, als je dat heet schema neemt, dan heeft er iets conservatiever ingestelde mensen heeft dus eigenlijk 5 basale waarden. Ja. En de iets progressievere, die heeft eigenlijk maar 2, want die is vooral bezig met, de wereld moet gelijk zijn en we moeten slachtoffers helpen. En jij zegt in je boek, grappig is dat die 3 anderen die erbij komen, die hebben ook allemaal met grenzen te maken. Dat vond ik heel aardig, dat je dat gedeelde noemer op die manier heet, zegt het in zijn woorden ook wel op een bepaalde manier. Ja, die zegt dat ook hoor. Ja. Maar die heiligheid, het is ook de heiligheid van de grens zelf. Ja. Van je gaat niet die grens over, dat doen we niet. En dat nu heeft hij met enquêtevragen uitgewerkt, maar hij had wat ze dan in sociale vignetten noemen, zoals verhaaltjes bijgemaakt, bijvoorbeeld die sanctity. Ja. En dat je bijvoorbeeld, en dan zou je bijvoorbeeld, en dan komt hij met het voorbeeld, hè, van dat je, weet ik veel, dat je iets doet, handelingen die voor die mensen dus constructief heel walgelijk zijn. Dat je, weet ik veel, ergens zomaar naakt gaat rondlopen of je in poep insmeert. En dat zijn dan, maar zonder dat er schade is. Dus niet dat iemand daar schade onder vindt. En dan een liberal zou eerder zeggen, dan moet je zelf weten dat je dat doet. Maar een conservative, dat doe je niet. Klaar. Ja. Die heeft dan zoiets. Ja, instinctieve reactie. Instinctieve gut reactie. Ja. Dus, nee, maar het gaat dus ook om, dus de instinctieve reactie bijvoorbeeld om een werkpraktijk die functioneert, maar niet heel innovatief of zo, om die gewoon te handhaven of daarbij direct denken, dat kunnen we wel veranderen. Die progressieve manager, die denkt dus vrij snel van, ik zie allemaal manieren om dit te verbeteren. Ja, dat is dus. En dat is dus die heet zegt eigenlijk, dat is interessant, want dat voelen mensen als een morele aanval op hun werk. Kijk, exact. Ik ben voor verbetering. Ik vind soms wel dat innovatie wat overschat wordt in het land. Mm-hmm. En dat innoveren om het innoveren en dat hele idee van stilstand is achteruitgang, dat is allemaal ook ideologie geworden. Maar ik neem een tussenpositie en laat ik het zo zeggen. Maar de ethiek helpt in ieder geval heel goed om te verwoorden waarom die tussenpositie ook belangrijk is. Want innoveren heeft een waarde, omdat je mensen kunt bevrijden of de wereld meer gelijk kunt maken of inderdaad meer efficiënt. Maar het heiligen van bepaalde gewoonten, omdat ze altijd al zo gingen. Ja. Bijvoorbeeld een relatie met een bepaalde school als bedrijf. Hè? De heb je al 10 of 15 jaar met stagiaires. Ja. Dat is dan eigenlijk vanuit heet gereden een belangrijk gegeven. Ja. Waar de mensen die daar werken, die ontlenen daar ook status aan. Die vertellen dat op feestjes. Ja. En dat heeft een eigen innovatiecyclus. Dat moet je niet gaan doorbreken door te zeggen, we willen niet altijd met dezelfde school samenwerken. Ja. Even hetiaans geïmproviseerd. Ja, en dat is die waarde van traditie en hiërarchie. Die zit daarin. Hè? Ja. En dat ook het idee wat daarachter ligt, is een soort bescheidenheid. Dat is de moderne mens. Ik ook van,
je hebt bestaande structuren. Hè? Ja. Zoals ons samen, onze voorouders hebben dat zo ingericht. En er zal wel een reden voor geweest zijn. Ja. Dat moet je niet zomaar over... Dus eindig ik boekje ook met dat... vind ik een prachtig boek van Thomas Sowell. Hè? Die ken je misschien van die twee visies. Hè? De begrenzende om... En je hebt dus dat... Kijk, als je die dimensies niet hebt... Die ethische dimensie waar we net over hebben... Dan is ook alles... Alles is maakbaar geworden. Hè? Ja. Je hoeft nergens wat te... Dus dat maakbaarheidsgeloof zit ook daarom ook dingen automatisch bij die progressieve dingen. Ja, je kunt de hele samen opgooien en allemaal. Terwijl die meer begrensde visie, daar zit dus ook achter van... Nou, het heeft dus een waarde, hè, wat we hadden. En dat zou ook wel niet voor niks zo zijn. Dat het zo gegroeid is door de eeuw heen. En natuurlijk kun je... Geen enkele constructie zal zeggen dat je niks moet veranderen of zo. Maar wees voorzichtig. Ja. Pas op. Ah, het interessante aan die grensoverschrijding en die transgressie is ook dat veel mensen in de pres, die haalt ook wel mensen aan die het zo presenteren. Onder andere Tony Blair, de voormalig minister-president van de UK in de pre-Brexit tijden. Ja. Alsof globalisering een soort feit is. Hè? Alsof opschaling een soort van dit is nu eenmaal de vaart der volk. Ja, het is echt het is heel mooi hoe je dat in het empirisch hoofdstuk eigenlijk laat zien. Van het is gewoon ook de wereld is zo gemaakt. Dus we zijn bewust met beleid die opschaling gaan nastreven. Ja. Dat doen we zelf. Ja. Dus, dat is geen natuurwet. En dat kun je ook veranderen. Natuurlijk kan je dat veranderen. Nee, maar zo'n Tony Blair, het is voor hen ook een soort geloof. Ik denk echt dat het voor die mensen geloof is. Hè? Ja. Dat zegt Hete ook natuurlijk. Ja. Hè? Dat is de progressieve moraal. En daar past behalve dus dat idee van vrijheid en om slachtoffers kommeren, inderdaad ook dat idee van internationalisering, onderdeel zijn van de mensheid. Precies, dat weet menevaardig volk. Ja. En mensen die dan dat niet kunnen, dat zijn natuurlijk losers, ze achterblijven, die hebben het niet allemaal op een rijtje. Zo. Maar het is echt een grote culturele strijd. Want zo iemand begrijpt ook helemaal Brexit niet. Want vanuit jouw boek kun je het heel mooi positioneren. Ja, dat is het. De slogan was een hele goede slogan. Hè? Take back control. Dat zit er vooral achter. Ja. Dan kun je allerlei andere dingen bedenken. Maar dat is wat het gedreven heeft. Hè? Ja, dat maar bij de moderne manager en bestuurder, dat beschrijf je ook, die begrijpt dat niet. Want die denkt dus op een andere manier over control. Nee. Die denkt namelijk professionaliseren. De juiste mensen op de goede plaats, zodat je het land kan besturen. Dat bedoelen ze met controle. Terwijl jij hebt het over die controle van je terugherkennen in de instituten. En daar grip op hebben. Jouw eigen land. Ja, grip. Dat is al een veel essentiëler woord. Ja, inderdaad. En dat op zich zelf een hele belangrijke waarde is. Maar die globalisten, die kunnen zelf op mij helemaal niet denken. Die denken alleen maar technocratisch en grensoverschrijdend dus. Ja. Pepijn, leuk dat je bij de Nieuwe Wereld kwam vertellen over je boek. Ja, heel graag. Dank voor de uitnodiging. Ja, dus als ik het goed begrijp, even samenvat, kun jij nog aanvullen. Jij schetst eigenlijk van een aantal domeinen dat die schaalvergroting die heeft plaatsgevonden, die hebben we zelf in werking gebracht. In het onderwijs? Ja. In het hoger onderwijs? Ja. Universiteiten minder, vond ik opmerkelijk. Valt nog mee, ja. Die lijken redelijk stabiel. Woningcorporaties, enorm. Ja, gigantisch, ja. Verklaart ook iets over dat we nu met woningnood zitten. Hè? Dat die organisaties zijn ook gewoon helemaal met zichzelf bezig geweest. Die hebben die hele taak van genoeg woningen bouwen. Ze zijn natuurlijk op allerlei... Ze zijn op avontuur geweest. Onder andere door... Icarus, weet je, dit is weer die... Weet je, groots. En we gaan lekker... En de poef, het valt neer. Ja. Dat is wat er gebeurd is daar. Ja. Terwijl ze niet om zich heen keken naar van wat willen mensen, wat willen burgers, wat hebben ze nodig? Vroeger was het dus wel zo, hè? Woningcorporaties, eigendom eigenlijk van de huurders. Dus dat is weer... Ja. Oké, maar daar... En dan ziekenhuizen, daar haal je ook heel veel literatuur aan. Onder andere van die Blank. Ik kan ook kijkers echt aanraden daar nog even... Jij zou een keer moeten uitnodigen voor dit programma trouwens. Dat is heel boeiend wat haar allemaal beschrijft. Dus dat gaat over dat optimum, vooral bij ziekenhuizen. Van wanneer is een ziekenhuis nou groot genoeg? Mm. Wanneer is een gemeente nou groot genoeg? Jij zegt vooral van dit moet gekanteld worden en kijk eens hoe erg het eigenlijk is. Maar er zijn ook pro-argumenten, die hebben we ook op tafel gehad. Oh. Dus die bestuurders die zijn niet alleen maar van idealisme vervuld. Zij zeggen eigenlijk van we kunnen de wereld hanteerbaarder organiseren, professioneler, beter aanpakken, efficiënter. Het is goedkoper. En die argumenten die kun je eigenlijk stuk voor stuk de kanttekening bij maken. Maar ze bestaan wel. Dus het lijkt een rationeel programma. Het verwijst uiteindelijk toch naar die globalistische instelling. Maar ze komen wel met argumenten. Ja, nee, maar het is niet helemaal onzin. Er zit wat in, alleen je kunt het niet doorvoeren. Dat is punt heten, tot het extreme. Nee, en dat is wel aan het gebeuren. En dat is wat ze aan het doen zijn. Dus op al die terreinen. Ja. De nationale politie, het gaat maar door. En toch de realiteit laat toch zien dat vaak dat het niet werkt. Nee, Dat is het. Ze gaan door. Ja. Pijn, leuk dat je hier was. Ja, dank. Nou voor de uitnodiging. Ja. Een heel fijn gesprek. Mooi. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.